Ja, hey, goed hè? Ja, dat kan ik nou eenmaal, omdat ik ermee ben geboren. Met wat? Ja, met ritmegevoel. Ja, wij donkeren die kunnen echt elk ritme die ze maar willen ten horen brengen. En blanken, ja, die hebben dat nou eenmaal niet. Toch, Suze? Even opnieuw. Suze, waar zijn wij hier? We zijn hier in de Batavier en dit is de oefenruimte van de Pressband in Rotterdam. En hier spelen we op allemaal verschillende dingen, onder andere dus op containers, en een soort van emmers. Het wordt gezorgd dat er op allerlei verschillende manieren geluid ontwikkeld wordt. Oké, en wat is jouw aandeel in het geheel? Ik speel bijvoorbeeld hier op zo'n kliko meestal. Ja? En heb ik zelf voor gekozen omdat dat een beetje de baseline is wat ik normaal ook heb gespeeld in het verleden. Ja. En hoe was het om binnen te komen in zo'n groep van allemaal mensen die ik eigenlijk verwacht binnen een brass band? Ja. Namelijk allemaal gekleurde mensen. Ja, nee, ik vond het erg leuk. Omdat, ja, nou, het is nou eenmaal een soort muziek die onder die cultuur valt. Dus het is niet gek dat je natuurlijk de hele band bestaat uit die culturen. En welke culturen zitten allemaal bij de band? Voornamelijk Surinaamse. En ja, ik geloof dat een meisje. Ja, ik weet niet of alle culturen hierin voorkomen, maar het zijn voornamelijk Surinaamse volgens mij. Vertel eens even hoe je erbij bent gekomen. Ik ben een keer bij een soort optreden van ze geweest samen met Marjolein. En wie is Marjolein? Marjolein is de vriendin van mijn vader. En die kent Lemuel, de bandleider hier. En daarom heeft Lemuel me laatst, toen ze weer ging beginnen, een sms'je gestuurd of ik het misschien leuk vond om te kijken. En ja, toen ben ik gekomen en ik vond het erg leuk, dus ik ben ermee begonnen. Hoe was dat dan toen je dat voor het eerst zo meemaakte? Toen je hier echt in het repetitielokaal was? Erg warm. Nee, maar het was erg leuk om te zien dat er allemaal verschillende, ja, echt van niks, echt allemaal verschillende muziek wordt gemaakt. Je zou, als je in een container ziet staan, niet echt bedenken dat daar een lekker ritme uit voortkomt. En hoe zit het met jouw lekkere ritme? Heb je een beetje een lekker ritme? Nou, ik heb wel een goed ritmegevoel. En ik heb ook 2 jaar in een percussieband gezeten. Toen je hier voor de eerste keer kwam, werd je ook een beetje uitgetest? Of, Nou, dat viel wel mee. Hoe ging dat dan in zijn werk? Kun je dat over vertellen, over hoe je de eerste keer kwam? Ik vond het volgens mij allemaal wel erg leuk dat er hier ineens een melkfles is. Ze valt wel op, dat zie je wel. En op wat voor manier valt ze op? Ja, huidskleur, hè? Dat zie je gelijk, dat ze anders is dan ons. Ja, en had je ook een gevoel over, hoe zit dat dan met haar ritmegevoel? Ja, eigenlijk wel een beetje. Niet om, niet om wat of zo, ja, maar nee. Dat is over het algemeen. Je hebt meestal dat bij blanke mensen dat ze weinig ritme hebben, dat hoor je vaak ook. Dus ja, ik dacht wel zo van, gaat het haar wel lukken? Maar ze pakt het heel goed op. Ja, doet ze het goed? Ik ben trots op dit. Heb ik ritmegevoel? Wie jij? Ja, ik heb geen idee of je geeft. Heren, mijn tijd. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Hoe moet ik dat weten dan? Ja, sommigen kunnen het aan mij zien. Oh, oké. Ja, ik niet. Het ziet er wel ritmisch uit. Je kleur van je lippenstift. Nou, aan je lichaam. Nee, ik zie het niet. Ja, joh, jullie uiterlijk zo. Er is een en al vrolijkheid. Merk gewoon aan alles. En ik denk dat het gewoon bij jou past. Maar ik heb het ook. Heeft u een beetje ritmegevoel? Ja, ik heb een heel goed ritmegevoel zelfs. Tik tak tik tak tak tak.
Tata Frans Bauer. Dank u wel. Oké, dank hoor. Tot ziens. Dag. Oké, bye. Voel jij je wel eens blank? Dat je het merkt? Daar in de band? Gewoon ja, dat of... Ja. Ik spreek niet zoals zij de hele tijd in straattaal. En soms heb ik ook zoiets van, wat zeg je? En dat was ook de eerste keer al gelijk, werd dat besproken. En Anthony met een groot glimlach, ach joh, we leren je nog wel Surinaams. Je zal het nog wel leren. En toen maakte ik ook een grap terug naar hem. Nou, weet je wat? Dan zal ik jullie ook goed Nederlands leren spreken. En gelukkig namen ze dat wel goed als een grap op. Een paar jaar geleden ben ik samen met Marjolein begonnen in een percussieband. Marjolein is de vriendin van je vader. Ja. En het eerste jaar hebben we daar met z'n allen een soort van allerlei instrumenten bespeeld. Gewoon de ene week andere dan de ander. Ik was ook vaak degene die in de band het ritme aan moest geven. Dus dan speelde ik ook vaak de klaven. Gewoon voor de hele groep. En wat is de klaven? Een klaven is een instrument waarmee je een soort van het basisritme aangeeft. Hey, maar Suze, ja. Kan je daar ook nog een soort van verschil in maken? Nee, berg ze nog niet weg. Okay. Kan je daar nog een verschil in maken in een soort van Hollandse ritme en die brassband geluiden die je maakt bij je? Ja, maar wat zie je als een Hollandse ritme? Ja, dat weet ik niet. Wat zie jij als een Hollandse ritme? Nou ja, ik zie Hollands niet echt heel erg als een ritme. Hoezo niet? Nou ja, ik hoor niet veel in Hollandse muziek dat er een echt ritme in zit. Behalve dat er gewoon vier tellen in een maat zitten. Dus er is niet echt een soort van basis iets op de grond. Ja. Nou, die Fernando van de vorige aflevering, die had hem wel zitten hoor. Maar wat is dan... Ja, ik zie dan tik, tik, tik. Of anders speel jij op deze beweging. Dat is wat ik me er een beetje bij voorstel. En een brasgeluid? Gewoon wat ik net speelde. Ja? Is dat een brasgeluid? Wat je net het is een stuk losser. Jij hebt die klaven gekregen. Ja. Waarom had je die ook weer gekregen? Omdat ik op dat moment opgenomen werd. Vanwege mijn epilepsie. Wat op dat moment... Ja, er erg slecht aan toe ging. En toen ben ik 6 maanden ter observatie opgenomen. En daarna nog 4 maanden in therapie. En voornamelijk in de tijd van de observatie. Ja, dan moet je de hele tijd in de gaten gehouden worden. En in beeld. Stel dat je een aanval hebt. Dat ze dat ook vast kunnen leggen op camera. En daar goed op kunnen zien wat er precies gebeurt. En dan had ik toch wel dagen dat ik me helemaal verveelde. Dus dan was het erg prettig om de klaven daar te hebben om nog lekker wat te doen. Dan af en toe, als je ook vervelende gesprekken net gehad had met een therapeut, dan moest je wel eventjes gewoon tot jezelf komen in je kamer, waar dan natuurlijk ook weer een camera hangt, maar waar je gewoon even tot jezelf komt. En je maar eventjes richt op één ding, zodat je niet denkt aan alle andere vervelende dingen om je heen. Nou Suze, je hebt me overtuigd. Als jij in zware tijden met die twee stokken een lekker ritme ten horen kan brengen om jezelf op te vrolijken, nou, dan kan ik niet anders zeggen dan dat jij gevoel voor ritme hebt. En die tijd is nu voorbij. Nu lekker ram op die kliko van je. En dan rock ik even verder. En als jij mee wilt doen aan het programma,
Dan kun je gewoon opgeven hoor. Hallo@ramp.tv.